Hij is gediagnosticeerd met ADHD. En hoe cool is het dan dat je jezelf in je eigen bedrijf de functietitel Chief Energy Officer geeft? Vind ik getuige van creativiteit. Ja. Bart Lucas, Bart, welkom. Ja, dankjewel, Gwen. Ja, Chief Energy Officer ben je, hè? Dat is het. En, maar wat is ADHD? Ja, wat is ADHD? Dat is een lastige omschrijving voor mezelf alleen al. Want ik vecht er al 44 jaar tegen. Nou, ja. De laatste twee jaar wat minder, na wat onderzoeken. Ja. Maar voor mij is het eigenlijk gewoon korte focus kunnen houden, moeilijk dingen kunnen afmaken en niet begrepen zijn. Vooral in mijn jonge jaren. Maar is nu wel veranderen. Maar. Er gaat ook heel veel in je kop om, hè, altijd. Een soort spits daar altijd in daar je kop. Daar is het altijd de Formule 1 seizoen, ja. Ja? Een soort constante Max Verstappen door me heen gaan. Echt waar? Ja. Maar dat heb je al vanaf dat je bestaat eigenlijk. Nou, eigenlijk wel, ja. Want sommige mensen die zeggen wel eens van, dan hoor je wel eens van, ja, weet je, ADHD is ook maar een stempel. Het is gewoon een beetje een druk type. Ja. Is het dat of is het meer dan dat? Ja, nou ja, zo werd ik vroeger wel omschreven. Maar toen ik jong was, ik ben nu 44, dus toen ik jong was, toen was ADHD nog niet echt aanwezig. Tenminste, daar waren ze nog niet mee bezig. Ja. Dus toen vond ze me altijd wel een hele leuke, spontane gozer, maar wel verschrikkelijk druk. Ja. Want er is nu ook onderzoek gedaan dat ze echt wel kunnen zeggen van de hersenen zien er anders uit. Ja. Het is echt wel een afwijking. Ja, het is een afwijking. Ja. Ik heb kleinere hersenen dan andere mensen. Kleinere? Ja, ja. En drukker. En drukker. Dus moet je nagaan hoe het eraan toe gaat daarbinnen. Maar ja, het is gewoon, die diagnose is nu gesteld en het ziet er gewoon, ik loop vast. Hoe ga je daarmee om? Waarmee om? Met de diagnose, gebruik je medicijnen? Nee, ik heb wel geprobeerd na de diagnose. Want dat is me helemaal eigenlijk niet bevallen. Ik heb het een week gedaan om het te doen, maar ik wilde het niet. Maar ze zeiden van, ja, neem eerst maar medicijnen en daar word je rustig van. En dan kun je wel een cognitief programma volgen. Ja. Maar dat wilde ik niet, maar toch gedaan. En na een week was ik zo afgedreven van mezelf. Ja? Dat ik heb gezegd, joh, ik kap daarmee, want ik word gewoon doodongelukkig daarvan. Maar zijn er andere mensen die er wel bij varen of niet? Bij medicatie? Ik zal ook nooit iemand veroordelen die het wel doet. Nee. Er zijn mensen die het echt nodig hebben of denken nodig te hebben. En die functioneren er wel bij. Maar ik wilde het niet, dus ik ben op zoek gegaan naar andere oplossingen. Hey, we gaan het daar zo meteen over hebben. En ook over jouw online community die je bent gestart. Mm-hmm. ADHD positief. Of jij zegt ADHD, hè, zeg jij? ADHD. ADHD positief. Ja. ADHD positief. Maar laten we eerst jouw verhaal een beetje. Want ik ontmoette jou een tijdje geleden. En ik vond het een interessant verhaal. Laten we eens, de hele jonge jeugd even daar laten. Maar laten we eens beginnen op school. Want school en ADHD, hoe gaat dat? Nou, dat ging eigenlijk heel goed. Maar ook helemaal niet goed. Dus ik had verschrikkelijk naar mijn zin op school. Kon mijn energie er kwijt. Maar alles wat ze daarvan me verlangden, daar had ik gewoon moeite mee. Mm. En op de basisschool ging het nog wel, want ik ben redelijk slim, kan ik nu zeggen. Ja, ja. Alleen daardoor hadden ze ook een hoog verwachtingspatroon van mij waar ik niet aan kon voldoen. En dat begon eigenlijk pas in de brugklas. Ja. En daar liep het eigenlijk fout. Dus, hoe merkte je dat dan? Nou ja, op de basisschool was mijn goede toekomst voorspeld met de Sky High CITO-toets. Ja, dus ik begon op het Atheneum en daar begonnen eigenlijk het probleem, want daar moest ik in één keer wel dingen afmaken, focussen. Er werd van alles van me verlangd, ook over dingen die me totaal niet broeiden. Nou, daar kon ik gewoon niet aan voldoen. En daar gleek eigenlijk af. Van. Hoe uitte zich dat dan, zeg maar? Nou ja, doordat ik gewoon helemaal niks deed. Schriftjes bleven leeg en ik vond het allemaal hartstikke leuk en sporten was leuk, maar het leren helemaal niet. Dus ik ging gewoon met lege schriften het schooljaar in en zo ging. Maar wat deed je dan in zo'n klas? Ja, gewoon met je hoofd. Gewoon, overal zijn en nergens, maar behalve in de les, zeg maar. En sporten lag je wel? Ja, sporten lag me wel, ja. Dat was ook mijn redding, denk ik. Ik heb een beetje in de top van Nederland getennist en er tegenaan geschuurd. En omdat ik daar mijn energie in kwijt kan, ben ik daar wel mee op het rechte pad gebleven, zeg maar. Waar ik daar succesvol werd, werd het op school steeds minder. En dus Atheneum ging hem niet worden? Nee, Atheneum werd hem niet, na een half jaar al. Na een half jaar al? Ja, toen ben ik er vanaf geschopt, zeg maar. Ja. En toen ben ik terechtgekomen uiteindelijk op de MAVO. Maar eerst de HAVO of meteen naar MAVO? Nee, meteen MAVO. Ik kwam zo'n tussenklas en dat werd MAVO. En na twee jaar moest ik daar weer van school af. Maar hoezo moet je meteen van school af dan? Omdat je gewoon Als je twee keer blijft zitten, dan hebben ze je liever niet meer op school. Dan denken ze, nou, dat gaat hem niet worden. Hm. Dus naar een andere school toe. Ben ik op de LDS terechtgekomen, detailhandelschool. Vonden ze me ook heel aardig en leuk, maar moest toch na een jaar weer vanaf. En uiteindelijk ben ik een soort moeder-MAVO, noemden ze dat toen nog, in de avondschool gekomen. Wel gezellig. Ja, dat was ook bijna gezellig, maar daar kwam ik niet veel. Ik was meer aan het poelen en uiteindelijk ben ik daar. Heb ik wel examen gedaan. Ik heb twee diploma's of twee certificaten gehaald, Nederlands, Engels, en de rest heb ik niet gedaan. Dus diploma-loos stond je aan eigenlijk wel. De jongvolwassen. En die certificaten liggen nog ergens in de kluis, heb ik nooit meer opgehaald. Hey, en als je nou eens even, voordat we naar de volgende stap gaan, hè, als je nou kijkt naar, cijfers, hoeveel kinderen last hebben van ADHD? Nou, volgens mij ligt er ergens tussen de 3% en 5% van de bevolking. Wat zou jij die kinderen nu aanraden, die zeg maar, nu in de brugklas zitten en hetzelfde ervaren als wat jij toen ervaarde?
Nou ja, wat ik de kinderen zou aanraden, het gaat ook meer om het onderwijssysteem. Kijk, bij mij werd heel erg gekeken naar wat ik niet kon en helemaal niet waar, naar waar ik wel goed in was. Ja. Dus er werd alleen maar gepinpoint op mijn zwaktes en dat waren eigenlijk mijn symptomen van ADHD. Ja. En die kon ik niet veranderen. Nee. Dus dat, was eigenlijk dat gaf heel veel frustraties. Het zou veel mooier zijn als er gewoon het een beetje kantelt en er veel meer naar de persoon wordt gekeken en veel meer wordt gemotiveerd op wat je wel leuk vindt en waar je goed in bent. Want hoe had een middelbare schoolcarrière er voor jou goed uit kunnen zien? Stel, we verzinnen ze een school die wat meer past bij een ADHD'er. Nou, meer creatieve vrijheid. Meer ruimte om je eigen dingen te doen. Op momenten dat je... Het brein gaat gewoon zo snel, dus dat kan alle kanten op gaan. Dus je moet gewoon meer ruimte hebben om zelf je indeling te maken. Ja, ja, ja. En niet gewoon in een bank geduwd worden van ga daar maar zitten en hou maar 7 uur lang je mond dicht. En dan daarna ga je naar huis toe om je weer je huiswerk te maken. Want kun je wel leren? Ja, ik bedoel, je technisch gezien kun je leren, want je bent niet dom. Maar kun je geconcentreerd ergens mee bezig zijn? Ja, als ik iets heel echt interessant vind, dan kan ik wel een soort hyperfocus krijgen. Ja. En daaromheen kan ik wel leren. Maar er komt een moment dat het me niet meer boeit en dan wil ik eigenlijk gewoon stoppen. Daar heb ik nog steeds moeite mee. Ja? Dus, maar ik ben hier nou voor mezelf, dus ik bepaal zelf wat ik wel en niet leuk vind. Ja. Want al die tijd, even voor de goede orde, wist jij niet dat er een ADHD... Eigenlijk niet. Nee. En toen ben je het leger ingegaan, toch? Ja, gelukkig wel. Want? Nou, dat was mijn redding. Dus op school totaal mislukt. Ja? Ja, zo noem ik het altijd maar. Zo was het eigenlijk ook. Kon niet opboksen tegen alle verwachtingspatronen. En de dienstplicht was er toen nog. En ik ben toen opgeroepen. En godzijdank ben ik gewoon goedgekeurd voor het Korps Mariniers. Met meer dan 100 man gekeurd. En we bleven met z'n tweeën over. Nee. Daar kwam ik in één keer in. Maar waarom was jij een van die twee dan? Geen idee. Maar je was sterk en... Ik was helemaal niet sterk, want ik was een heel klein... Korps Mariniers klinkt heel erg van die echte macho-achtige... Nou, misschien wel, maar... We bleven met z'n tweeën over. Ik was een heel tenger mannetje, maar wel heel sportief. En misschien psychologisch zat ik goed in elkaar. En ik rolde door die keuring heen en uiteindelijk bleef ik over. Dus ik weet ook niet precies waar het erin zat. Maar dat paste wel dan als ADHD'er, zo'n het leger? Eigenlijk wel, juist heel goed. Want ik kwam daar terecht in een omgeving van structuur en discipline. Ik moest gewoon stilhouden. Maar dat is school ook, toch? Nou, op een andere manier, want hier gingen we ook heel veel sporten. Dus ik was de hele dag bezig met fysieke arbeid en daarnaast moest ik ook dingen studeren, zeg maar. Maar dat ging wel over dingen die mij interesseerden. Ja, ja, ja. Dus dat was makkelijker. Dus dat was altijd wel een beetje ondergeschikter het leren, maar daar kwam ik wel goed heen. Maar toen ben je ook echt actief, want je bent ook in oorlogsgebieden zo geweest, wat? Ik heb in Cambodja gezeten, een half jaar. Ja. Wat was daar te doen? Nou, Pol Pot, die was daar niet zo geliefd. Dus, nee, dat is niet zo. Nee. En uiteindelijk hebben we daar gezorgd dat de verkiezingen gehouden konden worden. En zodat mensen weer een normaal leven konden leiden daar. Daar zijn we eigenlijk mee bezig geweest. Maar wat heb je daar precies gedaan dan? Zat ik in een geweergroep met een paar jongens. Zorgden we voor dat de omgeving... De geweergroep? Ja, een geweergroep is eigenlijk binnen een peloton heb je geweergroep met 6 jongens. En daarin onderneem je allerlei missies. Dus zeg maar... met de lokale bevolking gesprekken aangaan... kijken wat dingen veranderd konden worden, ondersteunen van mensen. Je hebt niet echt geschoten en alles? Ja, is ook wel gebeurd, maar ja? Dat is niet interessant om over te hebben of zo. Nou ja, dat hoort er wel bij. En hoe lang heb je in het leger gezeten? 16 jaar. 16 jaar? Ja. Oh, dus je was echt beroeps... Ja, ik was KV'er, maar ik ben heel lang blijven hangen. Dus ik kwam eigenlijk voor dienstplicht. En daarna kwam Cambodja. Ik denk, ga ik daar ook even heen? En, ja. 12,5 jaar later zat ik in één keer gebak te eten met een commandant, omdat ik daar een speldje voor kreeg. En uiteindelijk ben ik 16 jaar blijven hangen. En wat heb je allemaal gedaan dan naast Cambodja? Dat is heel veel. Allemaal in Nederland? Heel veel uitzendingen geweest. Ik heb 4 jaar in Curaçao gewoond, 2 jaar op Aruba gewoond. Heel veel oefeningen gedraaid, Schotland, Noorwegen, koudweertrainingen, bergtrainingen, jungle trainingen in Brits Guyana. Te veel om op te noemen eigenlijk. Oké. Okay. Ja. En toen? En toen? Want hoe oud was je toen? Even kijken, toen ik eruit ging? Ja? 35. En wist je toen al dat je ADHD had? Nee, nog niet. Ik ben ook nooit meer mee bezig geweest, omdat die probleemstellingen waar ik altijd tegenaan liep... Al die 16 jaar eigenlijk niet? Nee, omdat ik in een omgeving zat waarin dit had goed gedijden. Precies. Maar waarom ben je het leger uitgegaan dan? Nou, omdat als je zoveel jaren meeloopt en in mijn jonge jaren ik was eigenlijk gewoon mislukt. En op een gegeven moment ga je wel afvragen, wat kan ik eigenlijk nog meer? Maar jij zegt, sorry dat ik onderbreek, maar hoezo was je mislukt? Op school, zo noem ik dat dan. Ja, omdat je geen diploma's hebt. Ja, en op een gegeven moment ga je erover nadenken, wat is er nou precies gebeurd? En hoe kan dat nou precies? Waarom is dat fout gegaan? En wat zou ik eigenlijk nog meer kunnen dan als alleen dit? Want als je dat al jaren doet, dan kijk dat trucje wel. En er zat niet echt uitdaging voor mij meer in. En ook... Het systeem daar begon me aan te irriteren dat je gewoon met z'n allen tegelijk beoordeeld werd. En hoe hard je ook werkte, iemand naast je die geen ballen uitvoert, kan ook tegelijk bevorderd worden. Dus het systeem paste me niet meer zo. En toen ben ik wel gaan nadenken, wat is dit nou?
waar ik nog gelukkig van word, wil ik dit tot mijn pensioen blijven doen. En uiteindelijk kwam ik erachter dat het niet zo was. Maar dan stap je er niet zomaar uit, dan ga je eerst nadenken. Ja, wat wil ik nou? Wat moet ik dan gaan doen? En daar ben ik over na gaan denken. Heb ik zo'n plannetje voor geschreven. En kon ik vanuit besloten weg te gaan. Maar mocht ik vanuit Defensie nog 2 jaar studeren. En heb ik gedaan. Dan ben ik gewoon de dienst uitgegaan. En toen ben je gaan studeren? Ja. En dat ging wel? Ja, ik moest wel. Ik denk, ja, als ik nog wil veranderen in mijn leven, dan moet ik wel aan de bak gaan. Okay. En Defensie die ondersteunt van als je de dienst uitgaat, van joh, dan mag je nog 1 jaar studeren. Maar het liefst hebben ze dan dat je je chauffeursdiploma haalt, een heftruckdiploma. Ja. En dan ga je dat doen. Maar ik denk, ja, dat is geen verbetering. Kan ik beter blijven. Dus ik heb een plan geschreven. Dat duurde niet 1 jaar, maar 2 jaar. En toen ben ik gaan denken, ja, wat vind ik nou precies leuk? Ja, ik wil met targets werken, vrijheid. Ik wil met mensen omgaan. Ik denk, nou, ja, misschien iets met sales. En een stukje management erin, een mensenmanager. En toen ben ik niet maar sales en marketing gaan doen en middelmanagement. Allebei, eentje afgerond, eentje niet. Nou, dat is een verbetering al. Ja. Eén ding afgerond. Ja. Dat hangt groot uitgegroot in huis. Middelmanagement. Oh ja? En Nima Sales en Marketing heb ik 1 kant gehaald. De praktijk en theorie niet, want toen werd mijn vader ziek en die overleed. Dat heb ik dan niet meer gedaan, daar heb ik ook geen zin meer in. En toen ben je gaan werken ook als zodanig? Ja, toen ben ik de dienst uitgegaan. Ik kon helemaal, eigenlijk was mijn hele veilige bubbel, die knapte op mijn 35ste. Ik wist niet waar ik heen moest. En, want je stond een beetje buiten de burgermaatschappij, zeg maar. Ja. Omdat je in het leger zat. Ja, behoorlijk. Dus ik denk, ja, hoe ga ik dat nou aanpakken? Nou, gewoon net pak aangetrokken, uitzendbureaus binnengelopen. Mezelf geïntroduceerd en zo kwam ik eigenlijk via de eerste uitzendbureau al bij PSA Media Sales terecht. Een advertentie-acquisitiebureau. En daar werd ik eigenlijk meteen aangenomen en toen zat ik in 1 keer in de media. En een lange stap naar voren, want je bent nu initiatiefnemer van ADHD positief. Want wanneer is die diagnose gesteld? Even kijken, 3 jaar geleden. En waarom toen? Nou, toen ik eigenlijk uit dienst kwam. Toen werd ik weer geconfronteerd met mijn verleden, zeg maar. Want ik kwam in de burgermaatschappij terecht, kwam in het bedrijfsleven terecht. En er werden weer hele andere dingen voor mij verlangd. Dus daar moest ik in 1 keer weer wel achter mijn bureau gaan zitten en voldoen aan de maatstaven die binnen het bedrijf zijn. En dat kwam ik kwam daar wel weer in confrontatie met mezelf, omdat ik weer tegen dingen aanliep die ik blijkbaar niet goed kon. En om dat op te lossen, ja, moest ik daar hulp bij zoeken. Dus toen ben ik gewoon op zoek gegaan. Nou ja, naar mezelf, dat klinkt een beetje spiritueel, maar eigenlijk is het wel zo. Dus met NLP, coaching sessies, trainingssessies daarnaast, gewoon naar mezelf op zoek gegaan. En uiteindelijk heb ik daar heel veel aan gehad, maar echt de diepe kernproblemen, die kreeg ik niet opgelost. En toen ben ik gewoon verder hulp gaan zoeken. En wie heeft uiteindelijk die diagnose kunnen stellen? Dat gaat gewoon via huisarts, kom je bij een praktijk terecht, bij een GGZ-praktijk. Gesprekken, psycholoog, mijn moeder mee om te kijken hoe dat vanuit mijn jeugd ging. Ja. En uiteindelijk naar een psychiater en dan heb je een stempeltje te pakken. En wat vond je van dat stempeltje? Nou, niet erg. Het was gewoon heel erg herkenbaar. Maar het was voor mij meer een nulpunt van waaruit ik vertrok. Maar ik kan me voorstellen dat het ook een soort opluchting is dat stempeltje erop geplakt. Tenminste, ja, na zoveel dat veel dingen een plek kregen, of niet? Nou, dat was voor mij niet direct. Maar wel meer dat ik gewoon eindelijk, ja, nou, misschien nog toch ook wel. Ik had gewoon een vertrekpunt van, joh, dit is wat het is. En vanuit hier kan ik dan gaan kijken van hoe kan ik mezelf daarin verbeteren. Of ook kijken van, joh, wat is nou ADHD en waar kan ik niks aan doen? Hoe kan ik dat leren accepteren? Nou, dat is een heel pittig traject geweest met een psycholoog. Ik had gewoon echt angststoornissen opgebouwd van het vroeger. En dat heb ik met de psycholoog gebroken eigenlijk. En hoe gaat het nu? Even al over. Nu gaat het goed. En waarom gaat het goed? Ik stel de vraag zelf maar meteen, sorry. Ja, nou, bedankt. Nee, maar omdat ik gewoon zo op zoek ben gegaan naar mezelf, wat wel heel pittig was, maar ook heel verfrissend, dat ik steeds meer doorkrijg wie ik zelf ben, wat de symptomen van ADHD zijn, en waar ik gelukkig van word en wat ik eigenlijk ook niet kan. En daar zoek ik eigenlijk mensen om me heen, die dingen die ik niet kan, die dat dan weer voor mij gaan doen, zeg maar. Dus jij splitst een beetje wie jij bent en wat de symptomen van ADHD zijn. Precies. En dat is met die psycholoog tot stand gekomen. Want ik heb mijn hele leven tegen de symptomen gevochten. Als zeg maar een soort Don Quixote. En als je suikerziekte hebt, zeg ik altijd maar. En je gaat er tegen vechten. Je denkt, ik neem niks meer. Ik ga het wel overwinnen. Dat fix je ook niet. Dus hierin heb ik gewoon moeten onderkennen en inzien dat de symptomen waar ik tegen vocht, dat ik daar niet van kan winnen. En bijvoorbeeld dat heeft te maken met boekhouding of met financiële zaken. En dat je dat niet moet doen, bedoel je? Of wat? Ja, daar verzand ik in. Ja, en uiteindelijk ben ik alleen maar heel veel geld aan het verdienen en aan de andere kant de gaten weer aan het dichten. En dat is best een mooi systeem, maar niet om dat mijn hele leven vol te houden. Ja, precies. Dus je leert om met die symptomen om te gaan, op een goede manier. Precies. En waarom ADHD positief? Facebook-platform, hè? Website, Facebook. En een site erbij. Ja. Nou, waarom? Bijna 13.000 aanhangers of leden. Ja, of ja.
Zijn dat allemaal ADHD'ers of mensen? Nou, ik denk het wel. Want ja? de commitment is heel groot. Als ik artikelen post of laat schrijven, er zit heel veel commitment aan. Als ik tegels plaats met geintjes daarin. Nou, ik bedoel, het bereik wordt heel groot. 1600 likes kan zomaar gebeuren. Ja. Meer dan 100.000 bereik. Dus ik zit ergens wel. Hoe ben je met dat initiatief begonnen? Hoe kom je daarop? Ja, het is eigenlijk 3 jaar geleden, zo toen ik die diagnose kreeg, was ik gewoon op zoek naar informatie. Een stukje erkenning, herkenning. Ik wilde wat weten van ervaringsdeskundigen. Ik was op zoek naar hulpverleners in de buurt. Nou, er was geen één platform of omgeving waar alles bij elkaar kwam. En wat ik wel vond, was niet mooi ingericht, mijn mening. Ja. En heel veel vanuit negativiteit. En toen zei ik in de vanuit het probleem. Precies, maar niet vanuit positieve kant. En ik ben gewoon een rasoptimist, dus ik snap hoe het in elkaar steekt. Maar ik wil het altijd wel een vertaalslag maken om te kijken van hoe kun je er zoveel mogelijk uithalen voor jezelf. En misschien ook voor je omgeving. Maar dat was er niet. Dus toen zei ik een gekke bij tegen mijn vriendin, joh, als het er niet is, dan ga ik zelf van maken. Dus ik heb gewoon een Facebookgroep gestart, WordPress siteje in elkaar geknutseld. En gewoon begonnen met dingetjes schrijven maken. En binnen een paar weken had ik al een paar duizend leden. Dus blijkbaar was de manier hoe ik communiceerde, sprak mensen aan. Ja. En dat is zo gestaag doorgegroeid. Mensen eraan gekoppeld, ervaringsdeskundigen die gingen bloggen, hulpverlener die ging bloggen. En zo groeide het door. En uiteindelijk ging mijn commerciële hartje ook kloppen. Want ik kom met de commercie en de marketing natuurlijk. Ja. Ik dacht, nou, ik heb een niche-markt. Ja. Het gaat over probleemstellingen en over mensen helpen. Nou, volgens mij moet ik hier ook wel op een of andere manier geld mee kunnen verdienen. En lukt dat al? Nee, dat nog niet. We zijn nog eigenlijk in de ontwikkelingsfase. Ja. Dus, het kost buiten tijd. Het kost natuurlijk ook geen godsvermogen. Nog niet, maar dat komt ook omdat ik de juiste mensen aan mij gekoppeld heb. Ondertussen is het zo serieus geworden dat ik 2 compagnons heb. We hebben echt een BV voor opgericht om er echt een bedrijf van te maken. Dat is diagnose positief en dit hangt er dan onder. En daar ben ik in contact gekomen met een kennis van me, de eerste directeur van PSA Media Sales, altijd aan blijven hangen, ook opdrachten voor gedaan. En die keek vanuit zijn media en commerciële hart van, joh, wat is hij allemaal aan het doen? Ik zie het hart groeien, ik zie heel veel commitment, hoe doe je dat? Ja. Ik zei, ja, ik snap het niet, ik doe gewoon wat mijn gevoel me ingeeft. Ja. Dus ik weet ook niet precies waar het hem nou in zit. En toen zijn we samen die hele markt in kaart gaan brengen vanuit de ADHD-wereld. Dus heel veel onderzoek gaan doen online, Google AdWords en zo, om te kijken, hoe zoeken ze nou, wat doen ze nou? Ja. En ondertussen werd Arie ook steeds positiever en steeds enthousiast. En zei, joh, we moeten daar iets mee gaan doen. Ik wil hem met jou oppakken. En zo zijn we aan elkaar gekoppeld geraakt. Oké, dus hij is gaan partneren. Precies, en we kennen elkaar heel goed. En er zit nog iemand aan, dat is Stan. En dat is meer onze CNO, de Chief Nerd Officer is dat. Die kan eigenlijk alles maken. Dus die kan websites maken, die kan apps maken. En toen zijn we samen gekeken, ja, wat mist nou precies en wat kunnen we gaan doen? En daar hebben we een soort plan voor gemaakt. En het mooie is ook hier weer in. Arie die kan iets wat ik helemaal niet kan. Stan ook. En ik kan iets wat hun niet kunnen. En we kennen elkaar door en door. Dus, en wat zijn de ambities? Ambities is, nou, we zijn het eigenlijk al. Maar om het grootste en leukste platform voor volwassenen met ADHD in Nederland te worden. Vanuit de gedachte om mensen te helpen. Dus verdienen heb je het net over. Vind ik heel belangrijk. Maar daar ben ik nu niet afhankelijk van. Maar dat is ook niet de doelstelling. Mm-hmm. Maar dat zal straks een gevolg zijn. Nee. Dus we hebben al bereik. We hebben direct een goede site met een hele community erin gebouwd. We zijn een app aan het ontwikkelen. En we werken verder straks door aan het uitbreiden van het bereik. En dan gaan we daar verschillende verdienmodellen aan hangen. En waarom alleen volwassenen? Ja, kinderen zou heel interessant kunnen zijn, maar dat zal misschien een next step zijn. Want je kunt maar op één ding tegelijk focussen. Mm-hmm. Dat heb ik ook wel geleerd. Als ik alles tegelijk wil, dan wordt het eigenlijk niks. Dus ja, maar ik kan me wel voorstellen dat juist kinderen, ja, misschien niet hele kleine kinderen, maar kinderen, zeg maar, pubers of zo, dat die het best wel interessant vinden om zo'n verhaal van jou juist aan te horen. En ik kan me voorstellen dat we straks ook uitrollen. We hebben al een framework, nou, zeg maar, hoe we het in elkaar moeten zetten. Daar heb ik heel veel van geleerd al, dus we kunnen dat straks makkelijk uitrollen, zeg maar. Dus opschalen. Hey, laatste vraag alweer. Wat is jouw belangrijkste... dan stel ik me negatief, moet ik niet doen, want jij bent ADHD positief. Ja. Wat is de belangrijkste les die de maatschappij zou willen meegeven als het gaat om ADHD? Of een belangrijke les? Of ook aan een specifieke organisatie, of het nou onderwijs is of zorg? Mag het ook vanuit de ADHD zelf zien? Ja. Want de beeldvorming is heel negatief. En wat ik heel erg merk is dat heel veel ADHD'ers met frustratie zitten, met onbegrip. Geen herkenning hebben, geen erkenning hebben. En wat ik eigenlijk mee zou willen geven is om gewoon niet je te verliezen in negativiteit. Mm. En eigenlijk wil ik daarmee zeggen, van je kunt jezelf altijd blijven verdedigen ten opzichte van mensen die toch niet geïnteresseerd in je zijn. Hè? Mm. Want heel veel mensen die stellen, die reageren om te reageren, maar die luisteren niet om je te begrijpen. Om daar gewoon geen energie in te stoppen.
Kijk gewoon naar jezelf, waar je kracht ligt, waar je gelukkig van wordt. En zorg dat je de goede mensen om je heen verzamel. En wees vooral niet bang om hulp in te schakelen. Dank voor je verhaal, Bart. Ja, en heel veel succes met alles wat je doet omtrent ADHD positief. Dank je wel. Dank je wel, Ronnie. En dank je wel voor het kijken naar weer een aflevering van Profile. Kijk voor meer gesprekken op 7digi.tv. Download onze app. Kun je kijken waar en wanneer je maar wil. Dank je wel. Hoi.